Hallo, ik ben Erik Hoekstra, ik ben inkoper bij Boekhandel Broekhuis. Ik organiseer ook evenementen voor onze boekhandels. En ik ga zo praten met Pieter Waterdrinken naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek, De Rad van Amsterdam. Hallo Pieter, welkom. Uh, gefeliciteerd met je nieuwe boek, De Rad van Amsterdam. Daar gaan we het nu kort even over hebben. Uh, Tchaikovskystraat 40, uh, dat is het boek waar je mee doorbrak naar het grote publiek. Dat laveert tussen uh, fictie en, uh, en non-fictie. Met je nieuwe boek ben je weer helemaal terug bij, uh, bij fictie. Uh, hoe werkt dat? Hoe werkt die keuze? Hoe komt zoiets tot stand? Ja, dat is een interessante vraag. Um, je hebt grosso modo misschien twee soorten schrijvers: je hebt schrijvers die boeken schrijven, en je hebt schrijvers die toch bezig zijn aan een soort oeuvre. Uh, dit is mijn negende roman, mijn dertiende of veertiende boek. En natuurlijk uh, bouwt dit boek voort op mijn vorige boeken. Ik probeer een kathedraal te bouwen in al mijn romans. Maar mijn romans tezamen zijn eigenlijk ook weer een kathedraal. Althans, dat probeer ik te doen. En ja, in mijn boek komen natuurlijk thema's naar voren. die in mijn vorige romans uh, aan de orde kwamen. Zo is daar het landschap bijvoorbeeld al: het Nederlandse landschap. Maar uiteindelijk ook het Russische landschap, het Midden-Europese landschap. Uh, qua thematiek gaat het natuurlijk in mijn boeken altijd over de eeuwige vragen: van. Leven, geen leven, liefde, geen liefde. En dan de dood. Maar daartussen spelen zich mensenlevens af, zoals in ieder mensenleven gebeuren de zaken. En daarvan probeer ik in mijn boeken natuurlijk ook uh, gewacht te maken en een wereld op te roepen. Ja, er zijn zeer veel verbanden. Maar een schrijver moet zich daar niet zoveel mee bezighouden. Dat is toch meer iets voor de lezer en misschien wel voor de literaire kritiek. De hoofdpersoon van uh, de Rad van Amsterdam is uh, Ruben Katz, een Joodse man uit, uh, uit Riga. Hij sluit echt aan bij jouw fascinatie voor uh, Oost-Europa en het Duitsstalige gebied. Uh, wat bepaalt die fascinatie? Ja, mijn fascinatie met het Oostblok komt natuurlijk grotendeels voort uit het feit dat ik 25 jaar in Rusland woon. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook voor de Nederlandse lezer het heel belangrijk is te beseffen dat Oost-Europa of Midden-Europa deel uitmaakt van onze cultuur. En dit is mede het decor van mijn nieuwe roman De Rad van Amsterdam, waarin de hoofdpersoon afkomstig is uit Riga, de hoofdstad van Letland, emigreert naar Amsterdam en uit dat perspectief het huidige Nederland bekijkt. En ik hoop en ik denk misschien ook wel dat dat voor de Nederlandse lezer. Ook interessant is om ons land vanuit dat perspectief te zien. Want uiteindelijk, of we nu in Nederland wonen, of in Polen, of in de Baltische landen, we maken allemaal op dit moment deel uit van Europa. En dat is tevens het decor van mijn roman. Persoon Ruben Katz, ben je daar lang mee aan het worstelen voordat je die hebt vormgegeven? Of uh, zie je zo iemand in een flits uh, voor je? Ja, het klinkt misschien vreemd, maar eigenlijk denk ik nooit zoveel na als ik een roman begin. Ik heb een aantal beelden voor ogen: een man met een vreemde neus, iemand met een bepaald soort ogen, een landschap. En dan ontwikkelt zich zo langzamerhand zo'n roman. De romanfiguur, de hoofdpersoon Ruben Katz, had ik al vrij snel in de smis, om het zo maar te zeggen. Ik wist dat ik een boek wilde schrijven over iemand die emigreert naar Nederland en met de ogen van een buitenlander, zoals ik eerder vertelde, naar ons land kijkt. Uh, en hij neemt niet alleen zijn blik mee, maar natuurlijk ook zijn verleden. En dat verleden, de uiteenvallen van de Sovjet-Unie, uh, alle tragedies die hij in zijn persoonlijke leven heeft meegemaakt met zijn vader en zijn moeder, waaronder de dood van zijn zusje, die zijn allemaal meegenomen in dat boek. En daar is hopelijk mijn roman ook van doordezend. Was het moeilijk om te schrijven? Ja, een boek is altijd enorm moeilijk om te schrijven. Heb ik ermee geworsteld met dit figuur? Nee, hij was me eigenlijk al meteen daar. En toen heb ik hem 600 bladzijden lang mogen en kunnen volgen. Dat is ook weer een voorrecht voor een schrijver. Het is vormgeving, geen inhoud. Maar waar komt die zak patat uh, op het omslag van jouw boek uh, vandaan? Over de zak patat op het omslag wil ik kort zijn. Uh, hij komt voor, de zak patat, in twee, misschien wel drie cruciale passages. En ik zou zeggen, als je van patat houdt, maar ook als je niet van patat houdt, zeker als je ook niet van patat houdt, lees het boek en dan komt het vanzelf. Uh, naar voren. Ja, je bent nu uh, ruim 20 jaar uh, schrijver. Uh, veel geploeter, hard werken, teleurstellingen, slechte recensies, ook wel goede recensies. Uh, hoe uh, je jou, grote doorbraak kwam met uh, de Tchaikovskystraat 40. Ben je verbaasd over het succes van met name dat boek? Ja, ik vraag me af wat succes is. Uh, ik wil een kleine anekdote vertellen. Misschien 15, 16 jaar geleden waren Tommy Wieringa en ik waren beide. Ge... ...genomineerd voor een Belgische literaire prijs. En uh, Tommy won die prijs niet en ik won die prijs ook niet. En hij was daar door zeer uh, ja, ontdaan, want hij had dat geld nodig. En kort daarna brak hij door met Joe Speedboat. En het werd een overweldigend succes. En hij vertelde me toen... ...ja Pieter, het had ook net zo goed niet kunnen gebeuren, dat succes. En dat is ook zo. Je hebt nergens in dit leven recht op. En zeker als schrijver heb je nergens recht op doorbreken... Naar een grote publiek. Het kan gebeuren. Het kan niet gebeuren. Ik heb 16 jaar geleden een roman geschreven, Duitse bruiloft. Jan Kramer zei me een keertje dat hij dat een geweldig boek vond. Het had misschien al 16 jaar geleden kunnen gebeuren. Het is nu de afgelopen boeken met mij steeds beter gegaan, goddank. Maar ik ben altijd in het stille besef uh, daarvan dat het ook niet had kunnen gebeuren. Ik vind het alleen maar een, een genade, een groot cadeau, dat ik lezers heb en dat lezers mijn boeken waarderen. En die wil ik bij deze alvast bedanken.